Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe videoblog over investeren. Waarin we natuurlijk kijken naar wat de mooiste, de beste rendementen zijn en wat de nieuwtjes zijn omtrent van het investeren. En vandaag kijken we naar de Brave Browser. Ik ben zelf overgestapt sinds kort op de Brave Browser omdat ik een beetje klaar was met het beleid van Google. Je wordt continu met advertenties overspoeld, je moet een adblocker installeren, wil je niet de advertenties krijgen. Daardoor wordt het server heel erg traag, het browser wordt heel erg traag. En bovendien ben ik het ook niet eens met het beleid dat ze al je gegevens allemaal getrackt worden en allemaal verkocht worden aan andere bedrijven. Ik ben er een beetje klaar mee. Maar dat was eigenlijk nog heel lang voor mij niet de reden om over te stappen naar de Brave browser. De feit is dat er geld valt te verdienen met de browser, met de Brave browser. Maar daar kom ik zo meteen op. Ik ben geswitcht naar de Brave browser een maandje terug en het bevalt me heel goed. Het overstappen was erg makkelijk. Je kon eigenlijk alle extensies kon je direct in je Brave browser laden. Je kon ook al je wachtwoorden, al je instellingen, alles. Eigenlijk ging het vrijwel zonder problemen. En het server is ook identiek aan het gebruik van Chrome bijvoorbeeld. Daar is geen verschil tussen, behalve dan dat het sneller gaat. En waarom het sneller gaat, is omdat dus Brave browser, die heeft een soort schild om je internetgedrag heen, die advertenties blokkeert, die cookies blokkeert en die ook geen trackers op je browser installeert, op je computer installeert. En dat maakt dus het internetgebruik veel sneller. Je kunt dus tot wel twee keer toe sneller op een laptop, of een Windows of een Apple computer, surfen en tot vier keer toe op je Android of iOS. Ja, dat vind ik een heel groot voordeel. Dat je dus beschermd bent tegen die irritante advertenties. Hè. Ik had wel al op Google een adblocker, maar die werkte ook maar deels. En steeds meer websites die hadden dat door. En die zeiden dan, ja, je moet hier de adblocker uitzetten. Wil je dit bericht kijken of wil je op deze website? Ja, vervelend. Dat is bij Brave browser, dat is gewoon standaard. Er worden advertenties geblokkeerd. En dan kun je op je gemak rustig surfen. Eindelijk weer een rustige ervaring. En nou, zoals gezegd, die trackers worden dus tegengehouden. En dat kun je dus allemaal zien in je Brave browser. Dan kun je allemaal bekijken hoeveel er wel niet is gestopt. Hoeveel advertenties er wel niet zijn gestopt. En hoeveel van die trackers er zijn gestopt. En hoeveel aanvallen er ook zijn gestopt. Dus nou, dat is een heel mooi initiatief van de Brave browser. Dat vind ik echt heel goed en daar sta ik ook heel erg achter. Dat is voor mij nu ook een reden. Dan denk ik van ja, ik wil alleen nog maar die Brave browser. Weg met dat Google, weg met dat Chrome, weg met die grote bedrijven die al je gegevens willen verkopen. En die je serverdag gewoon traag maken, die jou vervelen met die irritante advertenties ook. Want daar komt dus eigenlijk een beetje wat mij de drempel overzette was het feit dat je dus nu betaald krijgt voor advertenties kijken. Het zit namelijk zo, op de Brave browser kun je aan of uitklikken of je advertenties wil zien. Dus daar heb je zelf controle over. Als je geen zin hebt in advertenties, kun je dat uitzetten. Dan krijg je geen advertenties. Maar als je zegt, van, nou ik wil wel wat advertenties zien per dag. Dat kan geloof ik tot 5 of 7 maximaal per dag. Dan komt er op een gegeven moment zo'n pop-up en dan klik je op de advertenties. En dan krijg je daar ook voor betaald. En dat wordt natuurlijk heel interessant voor mensen die passief inkomen zoeken. Mensen die denken, hé, ik wil eigenlijk wel wat verdienen, maar dat moet passief zijn. En dit is werkelijk passief inkomen, je hoeft je niks voor te doen, je hoeft alleen de advertentie aan te klikken. En je krijgt voor je aandacht, krijg je betaald. En je krijgt dan betaald in BAT tokens, dat betekent Basic Attention Token. Elke advertentie krijg je bijvoorbeeld een 0.1 BAT token. En als je stel je zou maximaal zetten, je krijgt tot 5 tot 7 advertenties, kun je maximaal per dag ontvangen. Dan gaat het nu om een 5 tot 6 dollar, Amerikaanse dollar, per maand. Dus het is nog niet dat je zegt van echt een passief inkomen waar je van kan leven natuurlijk. Of dat het ook maar een rekening van kan betalen. Maar het begin is er. En we staan aan het begin van deze revolutie. De BAT token gaat naar mijn idee, is mijn mening, is geen financieel advies, heel groot worden. De Brave browser gaat heel groot worden. Wanneer mensen horen passief inkomen verdienen met browsen, iets wat ze toch al doen, en het overstappen is heel makkelijk, en je gaat zelfs sneller browsen, het gaat makkelijker, en je wordt niet meer elke keer, loopt die browser vast, en elke keer krijg je van die irritante pop-ups, en moet je zo'n stomme adblocker installeren. Nee, zodra ze horen dat je surfgedrag fijner, prettiger wordt, en je krijgt er ook niks voor betaald,
dan is dat voor mensen eigenlijk een beetje alsof ze de loterij winnen. Want ze denken, hé, eindelijk krijg ik eens waardering voor mijn aandacht. In plaats van dat je wordt gebruikt als postvak waarin al die reclamefolders worden gesmeten, word je betaald. En dat vinden mensen altijd veel fijner als ze iets terugkrijgen voor bijvoorbeeld het keuren van een product. Ik had vroeger ook als kind wel eens gedaan, werd er op straat gevraagd of ik zo'n Mars of Snicker wou proberen. En dan mocht ik die ook opeten. Nou, dat vond ik hartstikke leuk natuurlijk. En dan moest ik wel zeggen wat ik ervan vond. Omdat je dan iets gratis krijgt en dan ben je bereid om daar wat tijd in te steken. En zo werkt het eigenlijk oorspronkelijk in kapitalisme. Hè? Het is niet van wij bombarderen jou met spullen of met informatie en jij moet daar naar kijken. Nee, wil je naar mijn informatie kijken, je krijgt er ook wat voor terug. Dat is een veel zuiverdere manier van kapitalisme. En dat krijg je dus met de Brave browser en met de Bad Token. En die Bad Token is nu nog klein, het zijn nog kleine beloningen, maar ik voorzie in de toekomst dat die beloningen veel hoger gaan worden. En als je je Bad Tokens ook opspaart, heb je kans dat die munt ook veel groter gaat worden. Want er zit nog een heel leuke eigenschap aan die Basic Attention Token. Dat is dat je zelf ook die tokens kan uitdelen. Je kan, als je iemands filmpje leuk vindt, bijvoorbeeld mijn filmpje. En normaal bij Google moet je dan door advertenties heen klikken en allemaal gedoe. Omdat je op zo'n manier dan eigenlijk de maker beloont. Nee, met Basic Attention Token kun je dus een Bad Token sturen naar iemand als beloning. En zoals je zegt, dat is misschien een paar cent. Maar voor die maker is elke cent natuurlijk een heel groot, dat kan een heel groot bedrag worden. Als duizenden mensen een cent sturen, dan is dat een mooi bedrag voor een filmpje. En dat is het leuke. Je kan dus Bad Token ontvangen, maar je kan ze ook weer uitdelen. Als je zegt van nou, ik vind dit echt een supergoed filmpje. Ik wil dat deze man doorgaat of deze vrouw met filmpjes maken. Nou, dan stuur je daar een Bad Token naartoe, naar de wallet. En dan beloon je zo iemand. Nou, dit is natuurlijk veel beter dan wat Google nu doet. Nu doet Google dat allemaal en dat verloopt ook helemaal niet zo vloeiend. Want ze weten niet precies bij welke advertenties bij wie past en waar mensen behoefte aan hebben. Nu kunnen mensen zelf beloningen zijn. Als je een filmpje niks geeft, dan beloon je ook niet. En heel mooi systeem, omdat je ook niet met PayPal en met Patreon allemaal ingewikkelde dingen. Nee, je kan gewoon meteen een bad sturen in die browser. Je zit toch wel in die browser. Denk je, ja, oké, dit was leuk. Klik, hup, een klein stukje bad token gestuurd. Ja, dit gaat echt naar mij. Dit is echt een revolutie in voor browse. En het gaat dus nog veel groter worden. Dit is nou een voorbeeld, een prototype voorbeeld van hoe blockchain, hoe crypto de wereld leuker voor het gewone volk gaat maken. Niet voor de grote bedrijven, maar voor ons. De mensen, wij kunnen nu ook profiteren van die mooie technologische ontwikkelingen. En dus, ik ben er heel enthousiast over. Ik geloof er heel erg in dat dit echt een groot iets gaat worden. Die Brave browser, die Basic Attention Token. Dit gaat echt groot worden. Een paar jaar terug had ik me er al in verdiept. Dan zag ik het al voorbij komen. En toen had ik het gekeken. Toen was het allemaal nog een beetje gammel. Het liep nog niet zo. Maar je ziet nu dat het is echt een goede. Het is ook hetzelfde als een Chrome browser. Het werkt hetzelfde. Het is echt serieus. Ik zie hier echt waarde in. En ik zie dit in de toekomst nog veel groter worden. Ik zie ook die Basic Attention Tokens zie ik misschien nog wel 10 keer, misschien nog wel 100 keer in waarde gaan. Dus wie nu Basic Attention Tokens spaart of koopt bij Binance. Dat is een platform waar je crypto kunt kopen. Ik heb hieronder een link staan, daar kun je meteen gebruik van maken. Daar krijg je ook een korting bij het kopen van Basic Attention Token op Binance. Maar ik geloof echt dat dit systeem de toekomst gaat zijn. En zodra mensen ervan horen, zijn ze ook meteen om, heb ik door. Mensen zeggen, hey, dit is leuk, dit is nieuw, dit is beter, het is sneller, het is veiliger, geen irritante reclames. En ik krijg ervoor betaald. En ik kan ook mensen belonen voor leuke content. Ja, dan willen ze meteen ook mee. Allemaal simpel te downloaden. Ik heb de browser ook hieronder gelinkt. Dan kun je meteen proberen zelf. Mocht je nog vragen over hebben, stel ze natuurlijk ook hieronder. Heel graag, leuk. Wil je meer weten over investeren? Volg ons dan op Facebook. Onze groep heet Dividend Investeren. Ging hoofdzakelijk over dividend investeren. Maar er zijn ook een heleboel nieuwe dingen bijgekomen. Zoals crypto, goud. Over vastgoed kunnen we het ook hebben. Like ook de video, abonneer je op het kanaal. En zoals gezegd, laat gerust een berichtje achter met je ideeën over bed. Heb je het al geprobeerd? Wil je er iets over kwijt? Nou, leuk. Van harte. Ik probeer alle reacties ook altijd te beantwoorden. Tot nu toe is dat redelijk goed gelukt. Nou, deel ook het filmpje met je familie en vrienden op Facebook. Dan help je mij er erg mee. Maar het is ook leuk om te zorgen dat we eigenlijk een beetje ook een beetje een schop tegen Google kunnen geven. Want laten we eerlijk zijn, echt
net zijn ze niet en ze zijn eigenlijk een beetje over hun hoogtepunt heen. Ze krijgen veel te veel macht. Ze doen eigenlijk alsof wij niet meer interessant zijn. Terwijl wij die browser groot hebben gemaakt. Een mooie manier om van ze af te stappen. Om te laten zien, hey, wij zijn nu een andere richting op. We hebben een nieuwe vriend gevonden. Brave browser, open source, gratis ook. Met al die voordelen. Dag Google, dag Chrome. Wij gaan lekker voor Brave Browser. Dat is leuk om te doen. Kunnen we een revolutie betekenen. Al die gegevens die worden ook, blijven ook in de Brave Browser. Worden niet meer verkocht. Helpt weer aan onze privacy. Dus ja, ik ben enthousiast op alle vlakken over Brave Browser. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.